Ja, goedemorgen. Ja, ik zit hier op de fiets, op de fiets, op de fiets, op de fiets, op de fiets. En ik ben onderweg naar mijn werk. Ja, ik heb al een keertje gezegd in een commentary en ik heb sinds een paar weken, vandaar dat ik een beetje druk heb. Ik ben nog geen beetje grieperig, maar het is grieperig. Beetje hoesten, verkouden, weet je wel. Het slijt een beetje. Moet ik hier in ieder geval elke dag lekker werken. Tenminste, ik heb een beetje vrije keuze erin. Ik heb een 0 uren contract. Dus ik mag zelf bepalen. En degene waar ik werk weet ook van mijn YouTube en zo. Dus dat is wel op zich fijn. Maar ik moet in ieder geval elke dag lekker fietsen. Op mijn dieet natuurlijk. En tenminste, ik kan ook mee rijden. Maar soms fiets ik lekker. En ja, weet je, langzamerhand krijg je toch iets meer conditie. Want dat is namelijk ook een beetje de bedoeling, hè? Conditie ophouden. Want, ja, ik wil niet meer dat ik 30 meter, 30 meter loop en dat ik een beetje door naar binnen ga. Ja, toch? Dat merk je wel snel. Als je gewoon even een maandje of twee niks doet, dan ben je meteen fucking lui. Gewoon echt niet normaal. Sorry trouwens voor de wind waarschijnlijk. Ik weet niet of het heel erg is. Maar het is er staat een klein beetje wind. Het is wel fucking lekker weer. Het is vandaag trouwens misschien, ik weet niet wanneer dit online komt. Het is donderdag. En dat is best wel laat weer, zeg maar. Want ik heb al tijdje niet meer geüpload. De dieetvlog, zeg. Maar dat komt meer omdat ik gewoon bezig met werk was. Weet je, dat alles gewoon een beetje soepeltjes gaat lopen. Want ja, dat is altijd wel zo lastig te plannen. Dus, wel lekker zo, deze omgeving. Ik ga een beetje kijken waar ik ben. Ja, kijken waar ik ben. Op zich is het wel lekker fietsen hier. Ja, toch? Dus, ik hoop dat jullie het allemaal normaal kunnen zien. Trouwens, ik ben niet zo ster in de vlokken. Een beetje feeling voor krijgen, langzamerhand. Het is ongeveer trouwens 20 minuutjes fietsen. Dus dan fiets ik toch 40 minuutjes per dag. Dat is in ieder geval lekker. En ik ben natuurlijk flink aan het werk. En het is best wel fysiek werk eigenlijk wat ik doe. Ik werk gewoon in magazijnen, ik werk met dierenvoedsel. Maar dat zijn natuurlijk echt rare dingen, dierenvoedsel. Hè. Dan heb ik het over stukken darmen en zo, dat soort dingen. Want ja, dan eten die hondjes allemaal, hè. Bijvoorbeeld. Stoplicht op oranje. Lekker hoor, vind ik altijd zo leuk. Moet ik nog afstappen ook. Maar we gaan nu even naar de brug rijden daar verderop. En dan zie ik je zo weer terug. Zo, ja. Moet hier naar beneden. Want hier is een fietspad. En langs dus deze weg. En dan hier naar beneden. Hier achter zit industrieterrein. Altijd lekker met die fiets. En aangezien ik gewoon een echte kutfiets heb. Hier echt een rachfiets. Dan is het best wel kut. En ik kan ook niet twee dingen tegelijkertijd doen. Ik kan niet filmen en godverdomme. In ieder geval, ik ga hier naar beneden. Ik zie jullie zo meteen alweer. Ja, gaat de industrieterrein nu op. Yeah, en dan even daar naartoe. Dan ga ik lekker aan het werk. Gaan we weer een dagje. Ik werk in ieder geval lekker tot 3 uur. Dan ben ik in ieder geval eerder vrij. Morgen een half dagje. Morgen wordt het echt 47 graden. Dus ja, echt. Ik ga gewoon zeggen: nee, jongens, sorry. Maar nu ben ik wel thuis. Ja, toch smiddags. Hey, ik zou zeggen, jongens, tot zo. Tot in ieder geval, ik denk dat ik ga regen. Hè? Ja, dat moet ook een keer gebeuren weer. Goedemorgen. Al is het wel, het is morgen. Maar goeie is natuurlijk een. Een soort van grote vraag. Allemaal goede plannen voor vandaag. Allemaal dingen doen en zo. En wat is er nu aan de hand? Wat denk je? Hoor maar. Goed horen. Ja. Tuurlijk. Ik heb echt zo'n pa. Die vindt het altijd leuk om gewoon altijd bezig te zijn.
altijd. En daar kan je echt helemaal gek van worden. Maar ja, het is niet anders. Moet er maar mee leren leven. Daarnaast, maar ja, ik zal het dan eens zo even kijken. Want volgens mij is het weer een grote aurora omheen. Ik ga in ieder geval dus vaker deze vlog uploaden. De dieetvlog, want ik heb nou een soort van maand tussenpauze pauze gehad, zeg maar. Volgens mij ben ik wel ietsjes afgevallen, maar dat ga ik zo verwegen natuurlijk. Ik zal hier verwegen, want anders hoor je de hele tijd het gedreun van het geluid. Maar ik ga in ieder geval meer dingen doen. Ik ga proberen ook wat hardlopen en zo. Dat is ook proberen te vloggen en zo kijken of het echt gaat lukken. Want ik wil in ieder geval hoe dan ook gewoon kilo's kwijtraken. En we zullen zomaar zeggen, elke kilo is er één. En dat is gewoon heel erg belangrijk natuurlijk. Dus we gaan even wegen. Zo jongens, dan gaan we kijken wat ik nu weer weeg. 91.1 was het. Hij gaat uit, maar dat is een beetje vervelend natuurlijk. Maar even kijken. Even kijken hier. Ja. Oh, zeg 91.1. Ja, ik ben er toch wel even blij mee. Want ben ik in ieder geval niet aangekomen en ben toch wat afgevallen. En dat betekent gewoon dat ik vanaf nu gewoon flink hard ga. Ja. Diëten, denk ik. Dat ten eerste. Dieet natuurlijk. Maar ook gewoon meer ga sporten in ieder geval. Zodat ik ook wat conditie ga opbouwen. Want anders ben ik inderdaad gewoon, als ik naar beneden bij wijze van spreken de trap afloop, ben ik meteen klaar en dood. En ja, dat vind ik gewoon niet opschieten. En ik wil nog wel wat langer leven, zeg maar, dan 50 of zo, zeg maar wat. Dus ik ga gewoon mijn best doen. En ik hoop van jullie in ieder geval steun te krijgen. Dankjewel in ieder geval. Snel mogelijk weer een andere vlog. Want ik kan niet te lang wachten hiermee. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en bye bye.